Vandaag gaat het Bijbelverhaal verder, nadat de Heer Jezus gevangen is genomen. De priesters hebben gezegd dat hij straf moet krijgen, heel erge straf, omdat ze niet geloven dat hij de Zoon van God is. En dan brengen ze hem naar de Romeinse rechter, naar Pilatus. En ze gaan met heel veel mensen staan schreeuwen, net zolang tot Pilatus toegeeft en zegt, doe maar, kruisig hem. En nu gaan ze daar naartoe. Ze nemen Jezus mee tussen de soldaten in. Ze lopen door de straten van Jeruzalem. Hé, zie je dat? Maria, kijk daar. Salome, daar. Daar loopt onze vriend tussen de soldaten. Oh, alsof die een hele gemene boef is. Wat heeft hij ooit gedaan? Waarom nemen ze hem mee? Zou dat echt gaan gebeuren? Maar hij heeft toch nooit iets fouts gedaan? Goh, wat zou die een pijn hebben? En hij ziet er zo moe uit. En die kroon op zijn hoofd. Oh, afschuwelijk. We gingen vaak met hem mee op reis. En dan gingen we voor hem zorgen. Oh, ik wou nu ook wel voor hem zorgen. Ik hou zoveel van Jezus. Kom, laten we meelopen. Erachteraan. Dan kunnen we zien waar ze heen gaan. Het is verschrikkelijk, het is oneerlijk. Hij heeft juist de mensen geholpen. Hij heeft mooie verhalen verteld over God. Hij heeft wonderen gedaan. Heel veel mensen beter gemaakt. En laatst nog al die mensen te eten gegeven. Brood en vis. En nu? Nu hebben ze hem gevangen genomen en nemen ze hem mee. Kom, kom, door de straten van Jeruzalem. Ik durf bijna niet te kijken. Och, Maria moet ook al zo huilen. Alle mensen, een hele optocht gaat Jeruzalem uit. Daar zie ik de weilanden en de velden. Oh, en een soort heuveltje. Daar lopen ze tegenop. Daar gaan ze de palen neerzetten. De kruisen. En Jezus, het is echt waar. Hij wordt vastgespijkerd. En aan het middelste kruis opgehangen. Het is verschrikkelijk om te zien. Ik wil er niet naar kijken. Maar ik wil ook niet weggaan. Mijn vriendinnen huilen ook. Daar zie ik ook zijn vrienden, de discipelen. Och, en zelfs Maria, Jezus' moeder, is erbij. Ik snap het niet. Waarom moet Jezus aan het kruis? Hoor ik daar ook mensen lachen? Maken ze nu nog grapjes? Ze spotten? Weet je wat ze zeggen? Oh, je kan toch wonderen doen? Nou, kom dan zelf maar van het kruis af. Oh, hoe durven ze? Nu zelfs nog. Poeh, en Jezus hangt daar maar. En de zon schijnt. Het wordt heel warm. De zon is boven aan de hemel. Zullen wij in de schaduw gaan zitten? Ik weet niet hoe lang het nog duurt. Kon ik Jezus ook maar in de schaduw geven of even wat te drinken? Of het bloed schoonmaken van zijn handen en zijn voeten? Hé, hey, wat is dit? Wat is dit? Hoe is het opeens zo donker? Is er een grote wolk voor de zon gekomen? Het is donker, het lijkt wel nacht. Maar het is toch midden op de dag? Oh. Het is ook stil. De vogels fluiten geen eens meer. De mensen spotten ook niet meer. Ik zie een paar mensen die proberen weg te gaan. Die proberen in het donker hun huis te vinden. Als dat maar lukt. Het is al 1 uur pikdonker. Zou het nou altijd zo blijven? Er gaat nog 1 uur voorbij.
2 uur donker. En in dat donker hangt Jezus daar nog steeds maar aan dat kruis. Hij kan ook niemand zien. Hij kan niet met zijn voeten bij de aarde. Hij hoort niet meer bij de mensen. Hij kan niet bij de hemel. Hij hoort ook niet meer bij God. Dat is misschien wel het allerergste. Dat je nergens meer bij hoort. Nog erger dan de pijn aan zijn lijf. Nog een uur duurt het donker. 3 uur. Oh, een schreeuw. Dat was Jezus. Dat was het laatste. Ik denk dat hij dood is. En dan opeens, dan wordt het weer licht. Wow, wat gebeurt er? De aarde beeft. De grond wiebelt. Er rollen stenen over het gras. Wat gebeurt er? Kom, hou me vast. Wat gebeurt er? Oh, daar is de zon ook weer. Wow, ik moet knipperen met mijn oog. En nu? Nu kan ik Jezus ook weer zien. Ja, volgens mij is hij echt dood. En ik zie de soldaten kijken. De soldatenhoofdman, die staat echt met grote ogen. En hij zegt, wat zegt hij? Hij fluistert het. Dat was echt de Zoon van God. En dat is ook waar. En de soldaten weten het nu ook. Nu het weer licht is, staan alle mensen op en ze kijken en ze zien dat Jezus dood is. Het is afgelopen. Ze pakken hun spullen, ze gaan naar huis. Wat zullen wij doen? Gaan we ook weg? En Jezus dan alleen achterlaten? Over een paar uur wordt het echt donker, dan is het avond. Je kan nog net je dingen doen, je werk afmaken, want morgen niet. Morgen is het te rustig. Maar ik zou Jezus willen verzorgen, willen begraven. Mag dat? Zouden de soldaten dat goed vinden? We kunnen hem hier toch niet laten hangen? De hele nacht en morgen als we niet mogen werken en dan pas? Nee, dat kan echt niet. Oh, kijk, de vrienden van Jezus staan al met de soldaten te praten. Die hebben denk ik ook een plan. En die meneer daar in die mooie jas, oh ja, dat is Jozef uit Arimathea. Ze even luisteren, ze hebben een plan. Ze willen Jezus ook begraven. Maar eerst moet Jozef naar meneer Pilatus. Hij kent hem wel en hij gaat vragen of het mag. Want de soldaten luisteren alleen maar naar Pilatus. Dus hij rent nu naar Jeruzalem. En wij, wat kunnen wij doen? Wachten? Of zullen we ook naar Jeruzalem gaan? Of als kruiden kopen en doeken om Jezus in te begraven? Nee. Ik wacht. Ik ga niet bij de Heer Jezus weg. Ik wacht wel. We zien wel. Eerst maar wachten wat meneer Pilatus zegt. Of het mag. Oh, gelukkig. Daar komt Jozef alweer terug. En Pilatus vindt het goed als tenminste zeker weten de soldaten zeggen dat Jezus dood is. De soldaten kijken goed en ze weten het zeker. En dan tillen de vrienden Jezus voorzichtig van het kruis af. En ze wikkelen er hele mooie, schone doeken om zijn zere, dode lichaam. En ze tillen hem op en ze dragen hem samen. Kom, we gaan mee. Waar gaan ze hem naartoe brengen? Dat wil ik wel weten. Waar gaan ze met mijn Heer, met mijn vriend naartoe? Oh, wow. Hier ben ik nog nooit geweest. Dit is een mooie tuin. Daar is een graf, een splinternieuw graf. Er ligt nog niemand in. Maar nu gaan ze Jezus erin leggen. En dan, we werken allemaal goed samen, duwen ze de grote steen
voor de ingang. Nou is het graf op slot. Dicht. Niemand kan er meer in. Jezus kan er niet uit. Hij ligt daar dood. En veilig. Nu kunnen we allemaal naar huis. Niet iedereen is verdrietig. Er zijn zelfs mensen blij. In de tempel vergaderen de priesters nog samen met de fariseeën. En ze zeggen, ja, het is gelukt. Jezus is dood. Nu hoeven we niet meer naar zijn verhalen en praatjes te luisteren. Nu luisteren de mensen weer naar ons. Klaar. Hé, zegt er een, pas op hoor. Die Jezus heeft gezegd dat hij na 3 dagen weer levend wordt. Dat geloven we natuurlijk niet. Maar als die vrienden van hem nou eens een truc uithalen en hem uit het graf halen of zo. We moeten zorgen dat het graf bewaakt wordt. Iemand moet het aan meneer Pilatus gaan vragen dat hij de soldaten wijzigt. En dat doen ze. En meneer Pilatus stuurt soldaten naar het graf. De soldaten die bij het graf moeten oppassen, kijken een beetje raar. Wat is dit nou voor een klusje? Oppassen op een graf? Op een dode mens? Dat kan toch helemaal niet? Nou, dat is een makkelijk klusje, want die kan niet ontsnappen. Maar we moeten wel dag en nacht hier op wacht staan. Helemaal 3 dagen.